Een hele goede morgen op het dijk in NK Short Track. Inke Schouder, daar gaat hij de overwinning pakken. Is het deze? Vanochtend werd ik wakker en vaak zit ik dan te ontbijten achter mijn laptop. Kijk ik nog even een YouTube-video. Probeer ik gewoon te ontspannen. Natuurlijk heb je in je hoofd dat je een wedstrijd moet gaan rijden. Dat gaat continu in je hoofd om. Alleen je probeert toch even wat afleiding te zoeken. Dus je gaat even YouTube kijken of wat andere dingen. Gaat goed, hè, met mijn matje. Tatoeage ging smeren. Gewoon even 2 weken lang goed in blijven smeren. Je wil niet uitdrogen. En dan ga ik naar de baan toe, in mijn auto. 20 minuutjes rijden naar Leeuwarden toe. Ja, om daar klaarmaken voor de opwarming en klaarmaken voor de dag. Toen we op de baan kwamen, moesten we een PCR-test doen en nog een sneltest. Ik ben aan het begin van het toernooi, heb ik best wel wat spanning. Vooral voor je eerste rit. En net op Dylan, daar kan je zien. Gaat nu ding door, omdat Kai Huisman naar buiten waait. En Dylan Hogewerf opeens, omdat hij rustig blijft en rustig zijn kans afwacht, opeens op plek nummer 2. Hij kiest voor die derde positie en hoopt op een snelle tijd. Als je eerste rit helemaal geweest is, dan heb je wel het gevoel dat er iets van je schouders afgevallen is. De voorronde kwam ik gelukkig door. Dus toen gingen we door naar de A-finale. Heb je 20 minuutjes pauze tussendoor. Even je schaatsen checken, even kijken of het materiaal nog goed is. Even joggen en toen begon de finale, 1000 meter. Op pole position, Dylan Hogewerf, de tweevoudig kampioen en titelverdediger. Je ziet het aan zijn rood-wit-blauwe helm met de helm nummer 1. En Dylan Hogewerf, die nog rustig lijkt het, achteraan zit. Oei, 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 oei. En hier. Ja. Het is Bram Steenaert, die wint. Ja. Maar Hogewerf, schuif naar 2. Iedereen kent elkaar door en door. Je weet precies wat iemand gaat doen in de rit. Dus je probeert juist iets anders te doen of te verrassen. Ineens 2 nog? Ik zat op het begin een beetje achter Friso. Dus ja, maar jij zat ook te lang. Ik dacht, ik ga maar alvast, want anders kom ik er ook nooit mee tussen. Ik zat bij Friso zoeken, die rijdt zo kort, een hele korte baan. Dus ik zat een beetje achter Friso en dacht, wat moet ik dat doen? Ja. Ja. En toen kwam jij mij voorbij en toen dacht ik, ja. Maar hard ook. Op het NK is er altijd wel een leuke strijd tussen iedereen. Iedereen kent elkaar heel goed. We trainen elke dag met elkaar, dus iedereen weet precies wat de specialiteiten zijn van iemand. Als ik in de heatbox zit, voordat ik het ijs op moet, ben ik vooral aan het denken over de rit zelf. Ik heb allemaal scenario's in mijn hoofd wat er kan gaan gebeuren of wat andere mensen gaan doen. Vaak ben ik de rit aan het visualiseren in mijn hoofd. Dus dan denk ik, nou, als ik ga weg, ik lig op 1 of ik lig op 2 en dan gaat er waarschijnlijk dit gebeuren en dan moet ik dat gaan doen. Ik ben echt een sprinter van nature, dus de 500 meter had ik het gevoel dat er dit weekend moest gaan gebeuren. Dit zijn 5 straaljagerpiloten. Ga dit, En die willen met z'n allen op dezelfde startbaan komen. Dezelfde rondesbaan. Als je de eerste bocht zo zou willen typeren. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Hier moet het gebeuren. Ah, mooi. Ja, als is dat goede start van Wouter die gelijk naar plekje 3 gaat. Moet je misschien maar weer op de bagage dragen bij Hogewerf. Ja. Lange klappen. Kijk, er zit er goed op hoor. Wouter nu zoekt naar het gaatje, daar komt het. Ja, net niet. Nee, zeker niet. Hij is nog steeds goed met de kop erbij. Kijk, heel kort over zijn linkerschouder. Dan gaat hij de overwinning pakken. Is het deze? Jeetje, Bina. Jongen. Al 2 dagen is hij in topfocus. Ja. De laatste bocht echt zo in, toen voelde ik nieuws ook een beetje komen bij de finish. Ja. Ik zei ik eerst, en Bram die had natuurlijk de 1000 gewonnen, maar hier zat in de 500 niet door. Dus ik denk dat ik met punten best wel goed sta. Lekker man. 500 meter is gewoon even kijken hoe het gaat. Deze moest ik gewoon naar me toe trekken. Dankjewel, Wilma. Zo, we moesten even opletten nog op de streep hoor. Dan ga je toch? Ja. De hele tijd heb je ontspanning, elke 500 meter, dan ga je nu de laatste bocht in en denk je toch van tering. Ja, je kwam nog aardig in de buurt, ja. Niet? Ik staat met punten. Jij staat ver. Ja, jij hebt ook. Kan ik echt niks meer. Ja, geen penalty. Pakken. Nee, deze rit niet heel kaart. Want Niels was nergens. Ik weet het nooit, maar ga lekker schaatsen. We zien wel. Hey, we zien wel wat Schipstrand, toch? Oh ja, dan niet. Ik ben nog geen één keer Nederlands kampioen geworden en dat ik het bij de finish wist. Hey, en wat ga je doen als je over de finish komt? Nog steeds afvragen of ik wel gewonnen heb, ja of nee, want dat weet ik waarschijnlijk niet. Jawel, top 5 moet je dus halen. Top 5 moet je dus halen. Top 5. Ik hoorde dat ik in de top 5 moest eindigen om Nederlands kampioen te worden. Dus eigenlijk had ik maar 1 doel in die rit en dat is zorgen dat ik bij de eerste 5 zat. En dan wist ik dat ik goed zat voor de allround titel. Ik denk dat Dylan dus heel erg goed Bram in de gaten gaat houden.
Ik heb allemaal scenario's in mijn hoofd wat er kan gaan gebeuren of wat andere mensen gaan doen. En geconcentreerde Dylan Hogan. Steenaert die stevig de leiding neemt en de controle heeft over deze wedstrijd met nog vier rondes te gaan. Is bezig om zijn titel binnen te halen hier met deze 1500 meter. Zeker. De bel voor de laatste ronde. Onderweg met Isaac de Laat. Die gaat voor de zegen. En de afstandstitel op de 1500 meter. En Dylan Hogewerf gaat natuurlijk op de been blijven. Op de been blijven. Gefocust blijven voor zijn titel. Isaac de Laat wint de 1500 meter. En een ongewone vreugde uitbarsting ook van Dylan Hogewerf hier. Toen hij over de finish kwam. Kwam als derde over de finish. Zag ik het vingertje en het wijzen op het nummer 1. Hij verdedigt met succes zijn titel. Officieus natuurlijk. Ja. Echt sterk gereden. Sterk gereden. Met het hoofd gereden. Op tijd zijn momenten gepakt. Ik heb de raad moeten zetten gisteren. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb gisteren gezet af en dat ik ook van de raam aan. Dat ga ik naar het In Las Capruren! Waar koop je zo'n ding? Koop je dit bij de Gamma? Ik heb lekker geschaafd. Ik heb de 500 meter gewonnen. Tweede op de 1000. Derde op de 500 meter. Overal dus Nederlands kampioen. Ik heb een pizzaatje besteld. Ik ga een filmpje opzetten. En ik ga lekker genieten van de titel die ik heb kunnen verdedigen. En dan op naar de volgende wedstrijd. En hopelijk op naar de Olympische Spelen.